Pervers, immoreel en maatschappelijk onverantwoord. Dat zegt directeur van de Consumentenbond Sandra Molenaar over de incasso-industrie. Incassobureaus, zegt ze. Er worden miljarden verdiend over de ruggen van mensen in betalingsnood. Lezen we in het Algemeen Dagblad vandaag. En de Consumentenbond roept het nieuwe kabinet op tot actie. Zodat incassobureaus alleen nog werkelijk gemaakte kosten moeten rekenen. Als je het stuk zo leest, dan spreekt er echt een soort boevenbende uit. Maar kijk hoe die industrie reageert. We gaan naar Michel van Leeuwen. Hij is directeur van incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn. Nu bij ons, meneer Van Leeuwen. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent vast met flinke hoofdpijn wakker geworden vanochtend toen u het Algemeen Dagblad opensloeg. Niet met flinke hoofdpijn wakker. Ik schrok er wel weer even van als ik die kop zag, maar voor mij kwam het niet als een verrassing. We zijn eigenlijk al een paar weken ook in gesprek met de Consumentenbond over het manifest wat ze zouden gaan verspreiden en waar ze aandacht voor zouden gaan vragen. Dus ik heb zelfs nog op een symposium van de Consumentenbond over dit onderwerp gesproken. Maar dan toch de conclusies en de aanbevelingen zoals die ook in het artikel staat. Ja, daar heb ik wel een mening over. Ja, kom maar dan met die mening. Die mening is in feite dat er speelt eigenlijk heel veel op het gebied van een andere manier van incasseren. Er liggen 2 rapporten bij de Tweede Kamer op dit moment. Eentje van een interdepartementale werkgroep en één vanuit een kwartiermaker. Uitgebreide rapporten waar allerlei stakeholders, van schuldeisers tot schuldhulpverleners, deskundigen, wetenschappers bij zijn betrokken om te komen tot andere methoden om te incasseren. En dan met name het beperken van kosten. En daarvan zeg ik van ja, had dat nou even afgewacht. Want er staan eigenlijk heel veel aanbevelingen in die ook zitten in de lijn met wat de Consumentenbond wel signaleert. Maar waar dus eigenlijk al heel veel discussie over heeft plaatsgevonden. Ja. Los van wat er al de afgelopen periode op dit vlak is gebeurd. Ja, want als ik u zo hoor, dan zegt u ook wel dat er ruimte is voor verbetering in de sector. Er is zeker ruimte voor verbetering. Kijk, het gaat er voornamelijk om wat heel belangrijk is dat inderdaad onnodige kosten worden voorkomen. En dat schuldenaren die al soms lastig hebben om die schuld te betalen, niet opgezadeld worden met kosten die eigenlijk niet nodig zijn. Dus er zijn allerlei initiatieven. Die worden eigenlijk al uitgevoerd deels, maar die liggen nu ook bij de politiek om te kijken van ja, is het bijvoorbeeld mogelijk om gecombineerde betalingsregelingen te maken. Dus als iemand een schuld heeft aan een ene schuldeiser, dat ook een regeling getroffen kan worden voor andere schuldeisers. En die gecombineerd kunnen worden. Dat soort voorstellen, daar zijn al bijvoorbeeld in het veld zijn hele bekende namen Nasja Jongman en André Moerman. Die hebben daar een rapport over geschreven. En die komen heel erg terug in bijvoorbeeld die adviezen die naar de Tweede Kamer gegaan zijn. Ja. En los daarvan, en wat ik dan ook wel heb van bij dit, je gaf zelf al het beeld wat wordt geschetst, dat er miljarden worden verdiend en allerlei onnodige kosten worden gemaakt. Ja, als dat zo zou zijn, zou ik geen opdrachtgever overhouden. Wij werken voor grote zorgverzekeraars, voor banken, voor allerlei partijen. En al die partijen die vinden het belangrijk dat we zoveel mogelijk minderlijk incasseren met zo laag mogelijke kosten. Dus ook bij schuldeisers is het besef wel dat het dat je die onnodige kosten moet voorkomen. En dat wordt in de praktijk ook al toegepast. Dus ook in dat vlak herken ik het beeld niet. Dat er, ik weet zeker dat er geen miljarden worden verdiend. En ik weet zeker dat er ook geen 46% gemiddelde winst bij een incassobureau is. Ja. Maar ook weet ik zeker dat er dus al heel veel initiatieven zijn. Ja. U noemt die onderzoekers, Jongman en Moerman. Die hebben ook in hun rapport voorbeelden genoemd. Die zeggen bijvoorbeeld een huishouden dat er 3 schulden heeft. €750, €100 per maand kan aflossen. Dat loopt op tegen kosten van bijna €6.000. Dat lijkt me toch wel uitzonderlijke situaties waar iets aan gedaan moet worden, toch? Dat blijven in die zin nog wel exceptionele gevallen waarin dus 3 verschillende schuldeisers, 3 verschillende gerechtelijke procedures gevoerd en tot 3 verschillende beslagleggingen leidt. Helemaal waar. Hè? Maar daar zitten dus andere aanbevelingen in, ook al bij de politiek, waarin wordt gezegd van ja, als er dan al een loonbeslag ligt, zorg er dan voor dat eventuele nieuwe schulden, zonder dat er een rechter aan te pas komt, zonder dat er allerlei extra kosten bij komen, meegenomen kunnen worden in dat ene loonbeslag. Dus dat gelijk daarmee ook die andere schulden worden afgelost. Ja, dat is zo'n voorbeeld waarbij het dus, dat voorbeeld wat je net noemt, zou betekenen dat die kosten minimaal 80-90% lager zullen zijn. Ja, nog één voorstel van de Consumentenbond. De toerekenvolgorde moet veranderen. Als je een schuld hebt, dan moet je eerst die schuld gaan aflossen en daarna pas de kosten. Is dat een goed idee wat u betreft? Nee, dat is geen goed idee. Dat heb ik ook al betoogd bij de Consumentenbond zelf. Helaas heb ik ze dan toch niet helemaal kunnen overtuigen. Maar ik weet zeker dat dat tot juist een verslechtering van de situatie gaat. Want dat gaat betekenen dat dat incassobureau eigenlijk dan zoveel mogelijk moet incasseren om uiteindelijk zijn kosten of haar kosten te kunnen incasseren. Dus in die zin betekent het dus dat je verder gaat in incasso misschien dan dat er noodzakelijk is. Wij krijgen relatief veel voorstellen waarin er een finale kwijting wordt gevraagd. Hè. Dus bijvoorbeeld de schuld is €1000 en er wordt gekweten tegen €800 of €900. Dat zou je minder makkelijk doen als jij je kosten pas aan het eind verrekend zou kunnen verrekenen. Dus het betekent eigenlijk alleen maar de verslechtering van de situatie. Ja, nou is deze jaren wet ingegaan, wet kwaliteit incassodienstverlening. Stel nou dat ik hiermee te maken heb, dat ik een schuld heb, dat ik een incassobureau, ik zeg maar even, achter me aan heb zitten. En ik vind dat dat op een onredelijke manier gebeurt. Wat kan ik dan doen? Nou ja, goed, er is inderdaad die wet kwaliteit incassodienstverlening is ingetreden. Nou, daardoor kan je ook een klacht indienen bij in dit geval de dienst Justice. Die houdt toezicht op de incassobureaus. Vanaf 1 april is dat. Maar daarnaast zijn er natuurlijk zeker mogelijkheden om gewoon... Wat het belangrijkste is als je een schuld hebt, om zo snel mogelijk contact op te nemen met of de schuldeisers, of het incassobureau, of de deurwaarder om het op te lossen. Want dan blijven die kosten beperkt. En daar ligt eigenlijk wel de sleutel. Ja. En u zegt dus ook, die plannen bij het kabinet, die moeten we eerst maar even afwachten en daarna kijken wat daarvan gaat komen. Dank Michel van Leeuwen. Hij is directeur van Flanderijn.